Wat vindt u van de Europese Green Deal? Dat is wel heel raar, dit toch? Je gaat weer zo'n compilatiefilmpje maken. Succes daarmee. Mevrouw Simons, mag ik een hele korte vraag stellen? Geen tijd. Nee, hoor. Ja, een korte vraag. Het gaat over de... Ga ik even niet doen. Dat ga je even niet doen? Nee. Waarom niet? Omdat jullie geen interviews hebben. Hallo. Oh. Vorige week zijn er 2000 asielzoekers op Lampedusa aangekomen. Ja, mevrouw, u kunt u zomaar doorlopen. Ik heb geen antwoord op geven. Nou, mevrouw Kaag staat nu stil voor de NOS. En we gaan zo meteen kijken of ze ook voor ons stil wilt staan. Ja, en met welk probleem gaan we het oplossen? Want het geld kan programmeerbaar worden en dat leidt tot het social credit systeem. Mevrouw Kaag, ik sta nog te praten eigenlijk. Ja, dat weet ik, maar ik ben op weg naar een vergadering, dus dat gaat voor. En het geld is niet programmeerbaar. Ja, Arnold, we zagen het net inderdaad een behoorlijke verscheidenheid aan gasten, maar toch een aantal mensen die nog steeds niet voor de camera willen reageren. Ja, ja, helaas, want wij willen graag alle kanten van de bol belichten. En nou, wat ik zeg, de deur staat open, maar toon dan maar je gelijk en dan ga maar in discussie. Maar je ziet dat de argumenten die ze waarschijnlijk willen aandragen toch geen stand houden hier aan het desk, omdat je dan kritisch wordt ondervraagd, want dat doen jullie. Ze verwijten natuurlijk dat jullie het niet doen, maar jullie doen het echt wel. En het is eigenlijk een beetje in de parlementaire democratie not done om bepaalde omroepen te boycotten. Dus ja, we zien gelukkig wel dat Mark Rutte ons dan wel te woord staat. Maar ja, een beetje die kleinzielige partijtjes als DENK en de SP niet te vergeten. Altijd een grote mond van, oh ja, nee, wij pleiten voor de burgers en de arbeiders. En dat doen wij. Ze weigeren ons D66 die ons uitmaken voor fascisten en dergelijke. Ja, het is heel kleinzielig. En gelukkig staan we erboven. Ja, ja, Eva, wat vind jij nou van dit verschijnsel? Hè? Mensen die gewoon echt weglopen voor onze camera. Ja, het is heel typisch, ben ik bang. Ik denk dat Arnold gelijk heeft. Ze zijn er gewoon niet meer aan gewend dat ze door de media kritisch bevraagd worden. Want in de tijd waarin wij leven in Nederland zijn de media zijn spreekbuis van de macht. En jullie gaan er tegenin. En daarom worden jullie natuurlijk nu ook met man en macht bestreden. En proberen ze jullie zo snel mogelijk van de buis te krijgen. Ja, het is natuurlijk... Hier zijn een bedreiging voor hun positie. Het is heel simpel. Ja, Sita, ook nog eventjes natuurlijk het woord aan jou. Jij zit hier ook regelmatig aan tafel. Jij krijgt de kans om hier jouw verhaal te doen. Ja. Wat vind jij dan als je zo'n filmpje ziet? Nou, dat het nogal een groot verschil is als ik hier zit. Of ik zit bijvoorbeeld bij de NPO of de NOS. Daar wordt wat je zegt of zo in elkaar geknipt, zodat je jezelf niet eens meer herkent. En de bedreigingen direct al binnen 5 minuten in je telefoon en in je mailbox binnenstromen. Van het je willen vermoorden tot het in brand steken van je huis. Dat is echt zo. Dat heeft te doen met compilaties van de NPO die er iets heel anders van maken. Maar ook bijvoorbeeld toen ik in Op1 zat vorig jaar, toen heb ik zeer te groot toch van repliek kunnen dienen. Vervolgens zet Op1 op YouTube wel de tirade van Tjeerd. Maar mijn antwoord hebben ze er gewoon van afgeknipt. Mm-hmm. En die hebben het over fake news en dingen anders brengen. En ik heb nog wel een advies. Als jullie journalisten zo'n uitwerking hebben op leden van de Tweede Kamer, dan lijkt me dat wel dé manier om van dit kabinet af te komen. Ik zou zeggen, zet hem permanent in de Tweede Kamer. En dan hebben we een oplossing.